ben niet alleen. Dus, want wat zien we hier? Emma Breedveld op viool. Waar is Emma? Ja. Oene van Geel op altviool. Maarten van der Grinden op gitaar. Steve Altenberg op slagwerk. En Thijs Klaassen op de contrabas. Maar, last but not least, Wolter Wiebos op trombone. Is een solo feature van Wolter Wiebos, maar hij komt maar niet. Het stuk heet WWW in W, dat betekent weer Wolter Wiebos in Welling. En, maar ja, als hij niet naar boven komt, dan beginnen we maar gewoon. Thank you.
We'll be right back.
hoewel de rest van het programma allemaal stukken zijn die door mij gecomponeerd zijn, is het toch ontzettend leuk en mooi om zo'n prachtige ballad, die ik niet gecomponeerd heb, helaas, als... kom jongens, wat was de titel ook alweer? Stella by Starlight, ja. Te mogen spelen. Goed, de muzici zijn voorgesteld. Zelfs Walter Bibos is ook opgedraven. En we gaan nu verder met een van de stukken die aan een van de muzici hier op het podium zijn opgedragen. Dat zijn er een paar. En dat is eigenlijk ook een hele oude traditie. Hè? Althans, bij Ellington heb je dat heel veel. En we beginnen met een stuk waarin onze gitarist de hoofdrol speelt. En dat is een waanzinnig moeilijk stuk. Voor mij in de eerste plaats. Maar ik speel de hoofdrol niet in dit stuk. En... Maarten van der Grinten doet dat dus wel. Ik zoek nu even de noten. En het stuk heet Parachuting Maarten. En dat parachuting komt eigenlijk, die titel heb ik achteraf bedacht, omdat het stuk begint heel hoog en tuimelt dan naar beneden, zou je kunnen zeggen. Vandaar de titel. Goed, dat gaan we nu doen. Maarten van der Grinten in de hoofdrol. Thank you.
nu een stuk spelen. Met een merkwaardige titel, Han de Vrie heet dat. Het is eigenlijk Turks, Han de Vrie, het tijdperk van de Kaan. Betekent dat. Maar het is ook een afkorting van een goede fan van ons, die we in het café dikwijls als trouwe gast in het publiek zien zitten. Han de Vries, ex-hobo, solo-hobo is, hoe is dat gebouworkest, die helemaal tot de jazz bekeerd is. En ik spreek nu zonder microfoon, neem niet kwalijk, maar iedereen heeft het misschien toch verstaan wat ik zei. Maar in ieder geval, ik had het over Han de Vries, waar het stuk dus eigenlijk naar genoemd is. Omdat hij zo'n trouwe fan is. Overigens heeft dit stuk een bepaald aspect wat in meer stukken voorkomt van het laatste anderhalf jaar. Ik ben helemaal in de ban geraakt van de Passacaglia. En dat is een ontzettende oude vorm. En toen ik me erin ging verdiepen, toen bleek, ja, de beroemdste Passacaglia's die zijn van Bach en zo. Daarna ook wel Brahms heeft Passacaglia's geschreven. Maar daarvoor ook nog wel een paar, Purcell en dat soort componisten. Maar het blijkt dat, wat ik ook vermoedde, dat de wortels van die klassieke vorm, Passacaglia, eigenlijk in de volksmuziek liggen. En dat is ook niet zo gek, want wat is nou typerend aan een Passacaglia? Bijvoorbeeld deze heb ik dus, ik heb hier dus ook de vorm van een Passacaglia gekozen. Heeft als basthema. En dan wordt het steeds herhaald. En dat, op een gegeven moment realiseerde ik me dat dat ontzettend verwant is met wat er in de jazz gebeurt. Namelijk het steeds terugkomen van een baslijn. In de jazz is dat dan meestal over een langere periode dan in deze muziek. En in de jazz is het dan meestal met akkoorden gaat het samen. Dus de samenklanken die daarboven liggen zijn dan bepaald. Maar in deze muziek is dat niet zo. Het is echt de bas die, ja, die allerlei mogelijkheden geeft om te improviseren. En ik ben ook daardoor op het idee gekomen en daar ben ik van overtuigd dat het zo is. Hoewel dat helemaal niet schriftelijk vastgelegd is. Dat de oorsprong van die vorm in de volksmuziek heeft gelegen. En dat daarbij geïmproviseerd werd. Dan praten we dus over de 13e eeuw, zo niet vroeger. Dat is dus waanzinnig lang geleden. Lang voor corona was ontstaan. Toen hadden ze de pest. Toen hadden ze de pest, ja, precies. Wij hebben nog wel eens de pest erin, maar dat is weer wat anders. We gaan dus nu Han de Vrie, als je het op zijn Turks wil uitspreken, spelen. En misschien zit Han wel in het publiek. Ja? En goed, in ieder geval, we gaan het nu spelen. Ogenblik. Leg maar even. U moet maar eens op die baslijn, die komt steeds terug. Dat is typerend voor zo'n Passacaglia vorm. Thank you.
In het volgende stuk, dat heet High Tea. High Tea. Dat is eigenlijk, nou, de titel geeft het al een beetje aan. Met die thee wordt Thijs bedoeld, onze bassist. En hij speelt de belangrijkste rol dus in dit stuk. Een feature voor de bassist. High Tea. Thank you.
alweer aan het laatste nummer toe. Dat klinkt natuurlijk gek, maar de tijd is beperkt. Het is maar een concert van een uur en we hebben nog maar 10 minuten. Nou kan je daar een flink lang nummer op spelen natuurlijk, 10 minuten. Maar dit nummer zou ook wel eens behoorlijke proporties kunnen krijgen. Want het is een stuk wat ik meer dan 50 jaar geleden heb gemaakt. En ik heb het toen naar een bekende Nederlandse schrijver en hippie in die tijd genoemd. Simon Vinkenoog. En dus die achternaam heb ik toen gebruikt in het Engels, Finch Eye. En dat is dus het laatste stuk waarmee we dus nu het concept gaan besluiten.
Thank you.